In dit interview maak je kennis met een bijzondere vrouw. Een vrouw die als kind best wel gesloten was. En dat zou je niet denken als je haar nu ziet staan als zeer inspirerende persoon en spreekster. Ik heb het over Esther Forsterman van Ooijen. En zij heeft een prachtig boek geschreven, Draag je kroon met lef. En dat is wat zij zelf voordoet. In dit interview leer je van Esther hoe je beter de stem van God verstaat en hoe je een diepe relatie met Jezus ontwikkelt. Esther, welkom in onze studio. Geweldig dat je hier wilt zijn. We kennen jou als een vrouw niet alleen met lef, maar ook gewoon met heel veel warmte en uitstraling. Ik weet dat er ergens, volgens mij op je website staat, dat je ook wel iets hebt met koningin Esther. Ja, dat klopt, Hans. Ik ben echt, ik geloof echt dat we een drager zijn van onze naam. Ja. En dat ik op een gegeven moment kreeg ik al heel jong, al heel vaak een woord naar me toe van Esther, ga eens even koningin Esther bestuderen. Dat gedeelte. En toen kwam er een gedeelte uit Esther 4 vers 14 naar voren en dat staat, als jij blijft zwijgen in een tijd als deze, wie weet of je niet met oog op deze tijd de koninklijke waardigheid hebt gekregen. En dat is het stukje wat me heel erg een soort, ja, een lijfspreuk voor me is geworden van, we hebben allemaal een stem en onze stem kan verschil maken en onderschat die niet. En voor jou was dat dus echt een keuzemoment toen je die tekst las en hoorde. Ja. Ja, het was echt een... Ik zeg wel vaker hè, dat heel veel mensen onbewust bekwaam zijn. En dat we zo vaak op zoek zijn naar wie ben ik nou werkelijk en waar ben ik nou werkelijk goed in. Kijk ik heel vaak naar, als je wil weten wat je roeping is, kijk dan waar je worsteling ligt. En mijn worsteling lag vroeger als kind zijnde in het spreken. Want ik kon niet spreken. Dat kunnen we haast niet geloven. Nee. Nee, en dat is ook een wonder, Hans, want ik kon als kind, als vierjarig meisje, niet spreken. En mijn ouders waren net tot geloof gekomen en toen kwam de juf bij ze en die zei, je moet met dat kind naar een psycholoog, want ze kan niet praten. En toen zeiden ze, ja, dat doen we, maar na zondag. En die zondag hebben ze meegenomen naar een dienst en voor me laten bidden. En daar is mijn tong open gegaan, mijn mond open gegaan. Letterlijk losgekomen. Letterlijk losgekomen. En, en dat is ook echt iets als mijn man zegt van, Esther, wat spreek je nou weer veel? Dan zeg ik, ja, dan moet je bij hem zijn. Als hij heeft geopend. Maar het was dus echt een wonder. Het is echt een wonder. Op de een of andere manier zat je dus als jong kind op slot. Ik zat op slot. En God heeft je opengemaakt. Hij heeft het geopend. Ja. En daarom zie ik ook van, juist mijn stem, dat is juist iets wat God in me heeft gelegd. Hè? En het maakt niet uit waar ik het doe, maar gewoon dat eigen geluid. Ja. En dat wilde de vijand al heel jong roven. Ja. En je hebt dus ook, ik zie hier dan op het boekje wat je hebt geschreven en wat heel populair is, koninklijk en krachtig, draag je kroon met lef. Daar zit het natuurlijk ook allemaal wel in. Ook diezelfde verwijzing naar Esther, denk ik. Ja, en maar ook het stukje draag je kroon met lef. Omdat ik echt het verlangen had van zoveel mensen, hè, heb ik het weer over, zijn onbewust bekwaam. Dus ze zijn koninklijk, omdat ze God als de koning, hè? Je bent een koningskind, hij is jouw koning, maar ze beseffen niet dat ze de autoriteit hebben. Dus dat stukje, weet wie je bent, je identiteit, dat geeft autoriteit. Dus dat zorgt ervoor dat je ook gaat regeren over je denken, over je situaties. En iedereen kan zijn kroon, zijn stukje regeren toepassen op zijn eigen situatie. Maar daar heb je wel lef voor nodig. Ja, zeker. En soms misschien ook een beetje richting. En dat geef jij natuurlijk ook met je spreekbeurten. Maar hoe kunnen mensen dat dan ontdekken? Ja. Waar ze nou echt hun mandaat ligt, waar hun identiteit zit, waar zij hun gezag krijgen? Ja, ik denk dat het veel simpeler is dan wij denken. He, zo vaak kijken mensen naar bijvoorbeeld die paar procent die op het podium staan. En ze denken, als ik eenmaal dat heb bereikt, dan heb ik bereikt wat ik wil bereiken. Ja, ja. Terwijl dat misschien helemaal niet is wat God jou heeft gegeven voor mandaat of voor mantel. Mm. En ik denk dat je veel dichter naar jezelf toe moet gaan kijken van, waar haal ik mijn passie uit? Wat vond ik als kind zo leuk om te doen? En ook, waar liggen de worstelingen in mijn leven? Dus ben je bijvoorbeeld een verbinder, dan zul je heel vaak met worstelingen te maken hebben gehad op gebied van verbindingen of relaties. Oh, dat is dan ook wel grappig, want volgens mij ben jij ook een verbinder. Hoe zit dat dan? Ja. Nou, dat is een hele goeie. Nou, heb je echt een hele directe vraag. Moet ik even over nadenken. Nou, ik denk wel dat ik daarvan geleerd heb. Kijk, ik ben een verbinder.
En ik geloof ook heel erg in verbindingen. Maar ik denk dat ik ook heel erg bedoeld ben om verbroken verbindingen te herstellen. En dan ga ik even, mag ik er even een Bijbeltekst bij halen? Ja, dat er in Maleachi staat dat aan het eind der tijden dat God het hart van de vaderen terug gaat doen keren naar de kinderen. Ja. En de harten van de kinderen terug gaat doen keren naar God. Ja. Dus dat is eigenlijk dat kruis, hè, van vader naar het kind, kind naar vader, maar ook onderling. En ik denk dat daar mijn passie ligt van om verbroken verbindingen tussen God en de mens, of tussen de mensen onderling, weer te helpen herstellen. En dat kan niet anders dan dat je daar Jezus voor nodig hebt en het woord voor nodig hebt. Maar als jij ook dat doet, hè, als je zo'n hersteller ook bent, en dan zul je ook lastige dingen hebben meegemaakt. Absoluut. Ook voor jezelf. Ja, ik denk dat het heel bepalend is. Kijk, weet je, toen ik door lastige situaties heen ging in mijn leven en door dieptepunten, toen zei een keertje iemand tegen mij: Esther, waarom laat je God niet los? En toen zei ik, hij is de enige die ik nog heb. Dus als ik hem loslaat, heb ik niks meer. Want mensen kunnen je op allerlei manieren natuurlijk kwaad doen. Ja. Of slecht over je Absoluut. Spreken of loslaten. Ja. Ja, precies. Maar hij liet jou nooit los en jij liet hem niet los. Nee. En ik denk dat dat ook het stukje is van, kijk, je kunt misschien niet kiezen in de situaties die je overkomen en die gebeuren. Maar je kunt altijd kiezen hoe jij ermee omgaat. En ik heb altijd gekozen om niet te blijven parkeren in mijn pijn. Om niet te blijven hangen in dat stukje, ach, ik ben een victim, ik ben een slachtoffer. Ja. Om altijd te kijken, oké, ik ga hier doorheen. Okay. Maar wat is mijn les hierin en hoe kan ik dat omzetten in mijn eigen leven? En vervolgens, hoe kan ik dat, die les, weer doorgeven aan een ander? Is het dan iets van jouw karakter of persoonlijkheid waardoor je daar doorheen komt? Of is het een combinatie? Is het ook omdat je Gods stem goed kan verstaan, waardoor je niet helemaal wegzakt in dat slachtoffer zijn? Ik denk dat alles te maken heeft dat ik God ken. En dat ik hem echt ken. En dat ik zelfs op de dieptepunt in mijn leven heb gezien dat hij een goede, goede vader is. En dat hij te vertrouwen is. Daarbij is het de combinatie ook van mijn karakter. Want ja, ik hou ervan om altijd het goede in iets op te zoeken. Dus om het glas is bij mij eigenlijk nooit half vol. Ja. Dus ik geloof altijd wel dat ik altijd wel op zoek ben naar het mooie of het goud in de aarde. En dat, ja, dat ook bij mensen. Ja. He, en dat is natuurlijk ook wat je net zei van, in relaties heb je te maken met pijn, met teleurstellingen. Ja, dat is best interessant voor de kijkers. Want ik denk dat de mensen die jou zien op beeld en die jou zien op podia. En eerlijk gezegd, toen ik jou niet zo goed nog kende, dacht ik dat ook wel. Ook wel een beetje van, ja, wel een beetje succesvolle vrouw binnen Evangelisch Nederland. Altijd gezellig en lachen en zo. Die zal wel nooit zoveel pijn hebben, dacht ik eigenlijk. Maar dat is heel verrassend, want zo kijken mensen naar mij. Maar zij kennen mij niet werkelijk. Ze kennen me van het half uurtje op zondag op het podium staan. Maar ze weten niet wie ik ben door de week. Ze weten niet. Hè, bij mij is het wel heel erg zo van, ik hou ervan van echtheid. Hè. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus dat degene op het podium dezelfde is als in het dagelijkse leven. Maar ik heb met worstelingen te maken gehad. We hebben ontzettend grote verliezen gehad in ons leven. Met rouw heb ik te maken gehad. Met loslaten. Tig keren. We hebben, nou, afgelopen jaren hebben we 8 verhuizingen meegemaakt. Dus ik heb, maar weet je, als ik God niet echt had gekend en hem niet echt had vertrouwd, dan was ik een wrak geweest. Maar omdat ik hem heb leren kennen in mijn dieptepunten en echt, als je hem echt leert kennen als die goede, goede, goede vader, ondanks alles, want ik begrijp hem niet altijd, maar ik probeer wel zijn hart elke keer weer te zoeken. En ik denk dat dat ook mijn hart altijd heeft bewaakt. Want ik ben wel iemand die niet op kan kroppen. Dus als er pijn is of verdriet is, dan moet ik dat uiten. Hè? Dan moet het uit mijn Nou, dat is mooi. Dat doen de psalmdichters ook. Dus, dat, net als David, ja. Dan moet het eruit en dan is er weer ruimte. En dan, weet je, omdat ik God echt heb leren kennen, zie ik ook gewoon hoe hij is. En dat hij altijd, ik probeer gewoon, nou laat ik het zo zeggen, Hans. Ik probeer gewoon zijn hart te verstaan. Ja. En dan leef je zoveel ontspannender. En je hebt natuurlijk ontdekt, want dat kan niet anders, zover ik God ken, dat zijn hart goed is. Absoluut. Dat het echt heel goed is. Ja,
Ja, dat ook als je 8 verhuizingen mee moet maken. Absoluut. Ja. En dat het hem daar dus niet in zit in waar je doorheen gaat. Maar dat, ik heb in de loop der jaren heb ik ook een soort quote opgebouwd van dat je van je dieptepunt, daar waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn, een keerpunt kunt maken. Ja. En zelfs uiteindelijk een hoogtepunt, ja, waar je over kunt getuigen. Dus als we niet door die dieptepunten heen willen gaan, maar altijd alleen maar van glorie naar glorie willen gaan. Dus eigenlijk, dat is wat je natuurlijk vaak hoort, hè? Alleen maar, en dat is ook, ja, het evangelie heel vaak geweest, alleen maar die glimmende kant van de medaille laten zien. Mm-hmm. Hè, mensen die van glorie naar glorie gaan. En weet je wat er dan gebeurt? Dan herkennen mensen zich er niet meer in, want die zeggen, ja, jij hebt nooit met rouw te maken gehad. Dus in het begin zag ik dat ook niet, dat dat een stukje was. Hè, toen, we zaten midden in een faillissement en ik werd opeens gevraagd. Overal werd ik uitgenodigd. En weet je wat ik dacht? Ik ben niet eens meer geloofwaardig, nee, om daar te staan. En dan ga ik een beetje vertellen over, over de glorieuze kant van de medaille, de glimmende, ja, kant. Terwijl je net op die plek van, terwijl we niet eens een huis hadden, niet eens een plek hadden, niet eens de basisveiligheid hadden. Dus je dacht, ik kan het daar meteen er niet weghalen. Hoe is dat gegaan dan? Nou, en toen kwam ik op dat punt en toen dacht ik, maar boven alles wil ik u trouw zijn. Dus ik wil ook in die dieptepunten, er staat zo'n mooie tekst, mm-hmm, hè, van dat hij in het dal Achor maakte hij een deur van hoop. Dus ik zei in dat dal, Heer, laat me die deur van hoop zien. Zodat ik toch door die deur van hoop, hè, dat ik dat mag laten zien. En toen op een gegeven moment dacht ik van, weet je, ik ga niet meer meedoen aan poppenkast. Ik ga niet meer meedoen aan alleen maar de glimmende kant van de medaille te laten zien. Want die achterkant van worstelingen is er ook. Dus ik ben gaan spreken over mijn worstelingen. Ik ben gaan spreken over dit hoort ook bij het geloofsleven. Ja. En wat is er nodig? De strijd die vooraf gaat aan de overwinning. Dat geeft natuurlijk heel veel mannen en vrouwen lucht. Want die herkennen zich daar natuurlijk ergens ook wel in. Ja, en tegelijkertijd is het ook dapper. Want in het begin dacht ik van, ja, maar wie zit daarop te wachten? Oh ja. Hè? Ik dacht echt, ja, maar dan val ik door de mand of zo. Van oh, Esther, en zij is christen. En moet je kijken waar ze staat. Moet je kijken wat ze modderpoel ze om zich heen heeft. En toen dacht ik, nee, want dit is echtheid en rouw hoort ook bij het leven en, ja, verlies ook. Ja. En weet je wat zo grappig was, Hans? Een tijd geleden moest ik voor leiders spreken. Hè? En ik had een prachtig programmaatje gemaakt. Hè? Echt, ik dacht, goed voorbereid. Gelikt. Ja, daar was ik klaar even voor. Laten zien dat ik geen dom blondje ben. Hè? Even laten zien dat ik dat kan. Hè? Ja. Dus eigenlijk een stukje, okay, presteren kwam, ja, er in me naar boven. Ja. En toen die dag voor die tijd, toen zei de Heer tegen mij, ik wil dat je het weglegt. En dat je ze meeneemt naar hun pijn. Naar dat stukje onvolmaaktheid. Wat mooi. Naar die wond van binnen. Ja. En toen dacht ik, nee, dat ga ik echt niet doen. Ja, dat ga ik echt niet doen. Maar dat is heel duidelijk de stem van God. Dat weet ik zeker. Dat was God. Maar weet je, ja, toen zei ik tegen de Heer, dat durf ik niet eens. En ja, daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Want ze wachten op die glimmende voorkant van de medaille. En toen zei ik, maar Heer, ik ga het doen als u mij bevestigt. En die nacht kreeg ik een droom. En ik droomde dat ik afdaalde in een groot wit huis. En ik moest naar de kelders. En in de kelders waren de dozen waren allemaal al opgeruimd. Maar onder die dozen zaten in het fundament grote schimmel- en kalkvlekken. En in de muren. En toen kreeg ik in de droom een opdracht. Dat ik alles met zo'n kergenstofzuiger, al dat kalk en schimmel uit de fundamenten moest halen. Uit de bodem moest halen. En toen werd ik wakker. En toen dacht ik, oké, soms kunnen er nog wonden in diep van binnen zitten waar we nog nooit zijn geweest. Zeker en hebben we leiders alles opgeruimd. Ja. Zeker bij leiders. En dan vraagt God aan ons, ben je ook bereid om die angel, om die pijn aan mij te geven? Geef je mij toestemming om mij mee te nemen naar die wond waar je nog nooit iemand in hebt toegelaten? Nou, die dag, hè, Hans, ik reed er naartoe en ik heb echt een schietgebedje gedaan. Ik zeg, Heer, help mij. En ik stond daar voor die leiders. En ik zei, jullie mogen kiezen. Ja. Willen jullie de voorkant van de medaille horen? De glimmende voorkant van de medaille? Of kiezen jullie voor de achterkant van de medaille? Voor de worstelingen? En dat ik jullie mee ga nemen naar je pijn? En toen zei ik, jullie mogen zelf kiezen. En ze kozen allemaal voor 2. En toen zei ik, oké,
dan hebben we nu jullie toestemming dat de Heer een werk kan doen van binnen. En weet je, Hans, ik denk dat we nu in een tijd leven dat God zegt, geef je me de toestemming om door al die laagjes en door alles wat we hebben gepresteerd en alles wat we hebben gedaan, dat neemt hij allemaal weg en hij zegt, hij is maar op zoek naar één ding. Terug naar de basis, naar ons hart. Weer een verbinding doen ontstaan van ons hart naar zijn hart. Ja. Dus het enige wat je zegt van voor deze tijd, hè, ik moet weer denken aan die tekst waar je mee begon vanuit Esther, hè, dat je ook al moest spreken en de tijd ook moest begrijpen en verstaan. Ja, precies. Dus je zegt voor deze tijd moeten we spreken over dat we moeten verblijven in Gods hart, zijn gedachten moeten horen voor onszelf en voor elkaar. Ja, precies. En dat dat veel belangrijker is dan al die dingen die we hebben bedacht en georganiseerd en die we misschien van plan zijn. Precies. Weet je, het gaat hem om ons hart. Het gaat hem, hij wil ons terugnemen naar de basis. En er is zoveel afleiding omheen gekomen, zoveel schmoek en noem maar op zeker. Alles. En toen ik onderweg was hier naartoe, toen zei ik, Heer, wat is een tekst voor nu? Want jij zei net van de tijd verstaan. Nou, dat is mijn gebed. Elke keer zeg ik, elke dag als ik wakker word, zeg ik, Heer, wat is in uw hart voor die ene? Wat is in uw hart voor vandaag? Wat bent u aan het doen? Ik wil niet missen wat u aan het doen bent. En toen liet hij me deze tekst zien vanmorgen in de auto. Daar staat dit. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt. En dan staat er in vers 2, dat is Malachi 3. Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter, die al het kaf en koren verteert en alles gewoon wegschroeit wat er niet meer thuis hoort. Ja. En hij zal zijn als het loog van de blekers. En hij zal erbij zitten. Hij zal zitten. En hij zal het zilver smelten en reinigen. En hij zal de zonen van Levi, de levieten, de priesters, ons, hij zal ons reinigen. En louteren als goud en zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid een offer brengen. En dan zal het offer hem aangenaam zijn. Wat bijzonder. Dus die tekst die heb je van de Heilige Geest ontvangen. En die zegt eigenlijk, er gaat een grondige reiniging komen. Dat is het. Zoals het loog reinigen moet. Nou, weet je, Hans, jaren geleden, mijn moeder was altijd een hele moderne vrouw. Hè? Ja. Ze ging altijd heel erg met de tijd mee. En ik weet nog dat ze een hele mooie oude, antieke, grenen kast had. En ze ging hem helemaal groen verven, want dat was toen een modekleur. En na verloop van jaren dacht ze, oh wat jammer dat ik dat heb gedaan. En toen heeft ze loog gemaakt. Hè, en ze trok haar overal aan en handschoenen aan. Mm-hmm. En met een kwast streek ze dat loog op de kast. En met een krabbertje ging ze al het verf eraf halen. Ja. En dat liet God me net zien. Van dat hij zei van, dit is wat ik aan het doen ben bij de harten van mensen. Dus in die zin, zeg maar, als je daar in deze periode kijkt die we achter de rug hebben en die we tegemoet gaan, heeft God ons wel degelijk bewogen, geschud, absoluut, geloofd. Naar binnen toe. Naar binnen toe. Dus we zijn teruggekeerd tot onze families, tot de kern, precies, tot onze relatie met Jezus. Daar precies gaat het dan allemaal over. Ja, en hij haalt alle verfrestjes. Dus alles waar, al die waar ik het net over had, alles waar we achter ons kunnen verstoppen. Ja. Of alles onder laagjes. Ja. We hebben ons hart zo met laagjes en we denken dat het allemaal goed is om hem echt dat te geven. Maar het gaat hem om het offer en dat is ons hart. Dus hij haalt al die restjes weg van ons hart, al die loogrestjes. Hoe zou Esther je dan hem gelijk af te vragen? Want het is natuurlijk ook gewoon echt een boodschap, een profetische boodschap die je brengt. Dat begrijpt de kijker ook direct. Ja. Maar hoe vertaal je dit nou naar je eigen leven? Hè? Er zijn zoveel mensen die worden eigenlijk weer of met zin en motivatie of helemaal geen motivatie, worden ze eigenlijk weer uitgenodigd om gewoon hun kerkdiensten bij te wonen of hun samenkomsten. Ja. Misschien zijn er ook wel weer voorgangers die denken, we gaan grote events organiseren of we hebben een machtig mooi plan bedacht. Ja. En dit voelt toch even iets anders? Ja, dat klopt. Het voelt zo tegenstrijdig. Hè? Ik denk, hè, kijk, we zijn met z'n allen uit een grot aan het komen, als het ware. Ja, hè? Zeker. Maar het geluid, hè, als bijvoorbeeld Elia zat in die grot. Hè, hij had wonderbaarlijke dingen meegemaakt. Vuur uit de hemel, sneller rennen dan paard en wagen. En dat het onweer donder, alles had hij meegemaakt. Zo kende hij God.
En vervolgens zit hij in die grot op basis van die woorden van Izebel en noem maar op alles. Hè? En op basis van zijn gevoel. En hij zit daar. En God laat hem daar niet zitten. Hij haalt hem tevoorschijn en hij zegt, ga uit en ga op de rot staan, op Jezus staan. Eigenlijk een heenwijzing daarnaar. Dan krijg je nieuwe perspectieven. Niet in het duister blijven, maar nieuwe perspectieven. En dan komt God, maar niet in de oude maniertjes. Niet door donder, niet door bliksem, niet door vuur, niet door... Maar door het zachte struisen, die zachte koelte, die zachte stem. En ik denk dat we niet meer terug kunnen naar het oude. Hoe goed het was. Soms kunnen we heimwee hebben naar die gigantische grote conferenties. Ik vond het heerlijk. Hè? Maar ik denk na deze tijd dat God zegt, ik ga een ander geluid laten horen. En het is een misschien wel een zacht suizen van de koelte en een geluid. Het is een liefdevol geluid, het is relationeel. Ja. Het is soms kleiner, familieachtig. Kleiner, anders. Het is anders. En blijf niet hangen in het oude, want dan kun je het nieuwe gaan missen. En ik denk dat te veel mensen weer... na deze periode weer terugverlangen naar het oude. En ze gaan verder op de oude manier. Ja. Terwijl we even stil moeten staan van... God, op welke manier wil u verder? Ja. Wat bent u aan het doen? Ja, dus dit is ook echt wel de tijd om ook te investeren in je... Absoluut. In je liefdevolle relatie die je hebt met God. Ja, en, absoluut. Want ik zie dat mensen dat ook nog wel eens dreigen uit te stellen... He, totdat er misschien geen ruimte meer voor is. En dat is denk ik, Hans, dit is de tijd... mag ik een voorbeeldje noemen? Graag. Ja, nou, een paar weken geleden kreeg ik opeens een inboxje van een vrouw uit het land. En ze zei, mijn vriendin van 80, die ligt op sterven. En ze heeft een verlangen. Ze wil jou nog graag spreken voordat ze naar Jezus gaat. Kan dat? Ik zei, ja, dat is goed. Dus zondag op maandag zou ik haar bellen. En zondag op maandag kreeg ik in de nacht een droom. En in een droom hoorde ik de stem zeggen, die stille, zachte stem, die zei, Esther, olie ontbreken niet op je hoofd. En toen dacht ik werd wakker en ik dacht, oh, wat bedoelt de Heer te zeggen? Olie ontbreken niet op mijn hoofd. Dus ik ging naar beneden. Ik denk, misschien heb ik wel geen zalfolie meer in huis. Dus ik bestelde gewoon maar, heel symbolisch, 5 flesjes zalfolie bij het Israëlcentrum. En ik ging weer naar bed, helemaal vergeten. Die dag daarna kreeg ik deze oudere zuster, belde ik op. Ja. En ze zei, Esther, wat ben ik blij dat je me belt. Ze zei, weet je, zei ze, ik heb een opdracht van Jezus gekregen. Donderdag op vrijdagnacht is die bij me geweest. Heb ik een ontmoeting gehad met Jezus. En hij heeft me een opdracht gegeven. En toen werd haar stem steeds zachter en zachter. En uiteindelijk viel ze weg. En ik dacht, wat moet ik nu? Ja. Dus ik zei echt, mevrouw, bent u daar nog? Maar ik hoorde niks meer. En nog een keer. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? Dus ik heb mijn Bijbel gepakt. Ik ben Psalm 91 over haar gaan uitbidden. En toen vroeg ik daarna weer, bent u er nog? Hoorde nog steeds niks. Ben ik maar liederen over haar gaan uitzingen. Als een hert dat verlangt. Een God van trouw. Prachtig. Haar liederen, weet je wel. Ik ben het gewoon gaan doen. Ja, ik ben het gewoon gaan doen. Wat goed. En toen hoorde ik nog steeds niks. Toen heb ik haar maar weer teruggegeven aan Jezus. Want ze verlangde naar Jezus, zei ze. Dus ik hoefde ook niet meer voor genezing te bidden, had ze gezegd. Want ze zei, ik verlang naar hem. Ze was er klaar voor. Dus teruggegeven aan Jezus. En toen was ik klaar. Toen heb ik hem opgelegd. En toen kwam onze zoon naar beneden. En die zei, man, wat was dat net? Ik zeg, ja, een of andere vrouw ik denk dat ze naar Jezus is vertrokken. Dus hij zegt, man, creep, moet je niet de huisarts bellen om te zeggen dat dit is gebeurd? Ik zeg, ja, maar ik heb geen telefoonnummer, ik weet niks verder. Nee, je had de gegevens niet. Nee, niks. Dus ik zeg, morgenochtend bel ik haar wel terug. En die avond zie ik opeens mijn telefoon bewegen, dus ik pak hem op. En ik zie dat ik via Messenger gebeld word. Dus die vriendin aan de lijn. Ze zegt, Esther, vraag je aan jou. Heb jij toevallig vanmiddag nog deze zuster aan de lijn gehad? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, ik weet wat je wil zeggen. Ze is naar Jezus, hè? Het was even stil en toen begon ze heel hard te lachen. Toen zei ze, nee, ze is in slaap gevallen. En ze schaamt zich zo. Oh. Maar ze zegt, zou je haar nu meteen willen bellen? Want nu is ze weer helder. Ik zeg, ja, dat wil ik. Heb je gedaan. En ik bel haar op, Hans. En toen zei ze, oh Esther, ik schaam me zo. Ik zeg, weet u hoe verrast ik ben dat ik uw stem weer hoor? En toen zei ze, maar waar waren we gebleven? Ik zeg, u hebt een opdracht van Jezus gekregen. Ja, zei ze. Weet je, vroeger was ik kunstenares. En toen ik ontmoeting had met Jezus, zei hij tegen mij, weet je nog dat je de 10 maagden hebt gemaakt? Die 10 witte beeldjes hebt gemaakt van klei?
En toen zei ze, ja heer, dat weet ik nog. Ik heb er eentje meegenomen. Even kijken of ik erbij kan. Ja. Ja heer, dat weet ik nog. En toen zei de heer tegen haar, en weet je nog dat je zo verdrietig was toen een van die 10 maagden gebroken uit de oven kwam? Ja heer. En weet je wat hij zei tegen haar? Als jij al verdrietig kunt zijn om 1 hompje klei, hoeveel te meer ben ik verdrietig over al het gebrokene in de wereld. En hoeveel te meer raken al die gebroken harten mijn hart. En weet je, dat raakte haar, maar mij ook aan de telefoon. En toen zei de heer tegen haar, en weet je nog dat je 5 olievaatjes erbij gemaakt hebt? Ja heer, dat weet ik nog. En toen zei de heer tegen haar, ik wil dat je alles aan Esther gaat geven. Dat zij dit mee gaat nemen het land in. Want zij zal weten wat het is om olie te hebben. En ze zal dit als een woord het land mee moeten innemen voor een tijd als deze. Weet je Hans, ik werd diep geraakt van binnen. Ik dacht, wie ben ik? Dat hij mij een opdracht geeft om te vertellen over die olie. Is je lamp nog brandende? En toen zei ze tegen mij, en toen heb ik de heer gevraagd, heer, als dit echt van u is, wilt u Esther dan bevestigen? Ik zeg, dat heeft hij vannacht gedaan. Ja. Want vannacht heb ik 5 olievaatjes besteld, omdat ik hoorde, olie ontbreken niet op je hoofd. 5 flesjes olie. 5 wijze maagden. Precies. En weet je Hans, ik ben weer Matteüs 25 gaan lezen. En daar zag ik staan dat al die 10 maagden, hè, een maagd staat voor rein, voor puur. Daar komen we weer op dat stukje van logen, van zuiver worden. Maar er staat ook, alle 10 vielen ze in slaap. Ja. Met en zonder de olie van de Heilige Geest. En ik denk dat dit de tijd is dat we niet onze ogen aan de duisternis gewend moeten laten worden. Nee. Maar dat wij licht blijven brengen. Dat we wakker blijven en verstaan wat God aan het doen is. En terwijl er stond van, en die 5 dwaze maagden, die vroegen om olie van de wijze. Ja. En ik denk dat we in diezelfde tijd zijn, dat we niet langer kunnen meeliften op de olie van de Heilige Geest van een ander. Ik kan niet langer meeliften op jouw gebeden. En ook niet van conferentie naar conferentie steeds. Het kan niet meer. Nee, we moeten het zelf halen bij onze. We moeten het zelf halen bij de gezalfde. Dat is de kern van je boodschap. Dus, dus ga naar Jezus toe. Ga zelf die olie halen van de Heilige Geest en die ontvang. Hoe donker het ook wordt. Ja, en focus je dus ook op de olie van de geest en niet alleen op de duisternis, dat hoor ik je ook zeggen. Precies. En weet ook misschien vanuit de gelijkenis, dat is dan toch ook wel mooi. Het is ook een boodschap die weer bij mij aan het hart ligt. Naast zeg maar geloof en reiniging en op je knieën voor God. Precies. Verwachten we hem ook, hè? Spoedig. Precies. Want dat is natuurlijk het doel van de olie, om het vol te houden totdat Jezus terugkomt. Ja, en dus eigenlijk sla dat gedeelte niet over. En ik zie ook te veel mensen slaan dat gedeelte over. Weet je, als je olie wil, hè, als ik kijk naar Jezus, hij was als een olijf, ging hij door die olijfpers heen, door Gethsemane heen, de hele weg. Ja. Om die olie vrij te zetten voor ons. Maar zijn wij bereid om nog die onderste weg te gaan? Of willen we alleen maar die glorieuze momenten dus hebben? Dus in die olijf zit een mooie les. Die wordt dus verbrijzeld. Ja. En dat betekent eigenlijk, als je geperst wordt, dan zullen de mensen zien wat erin zit. Dan komt er olie uit. Precies. En dat is de bedoeling van de diepe momenten in ons leven. Dat daar de olie zichtbaar gaat worden. Dat we dan niet blijven hangen in dat diepe moment en in die duisternis. Maar dat we zien zoals Jezus, eigenlijk op zijn diepe momenten zette hij ook die Heilige Geest vrij. En weet je wat zo grappig was, Hans? Toen was ik 2 weken geleden in een kerk. En omdat hij me dat had gegeven, of omdat zij me dat had gegeven, die beeldjes, zei ik van, ik wil gewoon trouw zijn. En ik zal net zo lang hierover spreken, totdat God zegt, het is nu klaar. En, want jij bent ook een exemplarisch voorbeeld van, als de Heer het zegt, dan ga je het gewoon dan doen. Dan doe ik het. Zo dan heb ik lef. En dan durf ik. Anders durf ik het niet. Nee. Want anders dan denk ik, wat zullen mensen denken? Maar als Hij spreekt, ik kom altijd in actie op zijn spreken. Dan komt Hij mee. En dan is dat een woord voor deze tijd. En als Hij zegt, let op, want ik wil iets doen. En toen was ik dus 2 weken geleden, moest ik dus over die olie gaan spreken, want dat was zijn opdracht. Dus ik had het meegenomen en ik kwam in een kerk. En ik was daar in die kerk en ik zei, is het goed dat ik over dit thema ga spreken? Want dat heeft God me op mijn hart gelegd. Ja, was goed. Maar toen zeiden ze tegen mij, Esther, weet je waar jij gaat staan? Zeg ik, nee. Nou, weet je wat deze kerkgebouw is geweest? Zeg ik, nee. Een garage. Oh, bijzonder. En weet je waar je staat? Ja,
op het doopvont sta je te spreken. En het doopvont was vroeger de olieput van de garage. Ja. En opeens dacht ik, ik begrijp het. Dus God, hè, wat we doen met de doop, we dalen af. En daar op die plek leggen we al onze oude leven, ons verleden, alles leggen we af. Letterlijk leggen we ons oude leven af. En we staan op met ververste olie. Hè? Wat een mooi. Maar we kunnen niet buiten dat om. Buiten dat afleggen om. En buiten, ik zeg het altijd maar, de dorsvloer om. En ik denk dat we dat te lang hebben gewild. Het evangelie zo hebben gemaakt dat het lijden en die dorsvloer en die verootmoediging en die reiniging hebben we eigenlijk een beetje aan de kant gezet. En nu meer dan ooit zegt God, mag ik jou eerst zelf logen? Mag ik jou reinigen? Mag ik jou heiligen en de olie vrijzetten? En als we met elkaar die uitdaging dan aangaan, wat gaat er dan gebeuren? Ik denk dat dan die olieflek zich gaat verspreiden. Ik denk dat dan Jezus zichtbaar gaat worden. Ja. Ik denk hij komt terug voor een reine bruid. Hè? Hij komt terug voor... Dus het doet ertoe dat wij ons gaan reinigen. En dat we niet meer gaan kijken naar het grote plaatje. Maar dat we gaan inzoomen op ons eigen hart. Dat we bitterheid uit ons hart weghalen. Verkeerde drijfveren uit ons hart weghalen. Dat we echt in een tijd zitten van logen en van reinigen. Zodat, wat heb ik net voorgelezen, dan zodat dat gaat vooraf aan de komst van Jezus. Ah, misschien is het goed om ook afsluitend te zeggen dat heel veel christenen misschien niet zo goed weten dat je ook echt soms moet worstelen met God om echt alles op het altaar van hem te leggen. En dat hij ook echt wel komt opdagen. Maar soms kan het ook even duren. Dat hebben jij en ik natuurlijk ook meegemaakt. Absoluut. Als je hier nou vragen over hebt, kan ik me voorstellen dat je ze bij ons kwijt wil. Je kan ze naar bidvoormij@ewv.nl sturen. Je mag ook gewoon een mail naar info@ewv.nl sturen. En mijn laatste vraag aan jou, Esther, is... je bent een koningsdochter, hè? Je draagt je kroon allemaal, met lef. Dat zijn we allemaal. Maar goed, jij bent dat zeker ook. En God gaat met jou een koninklijke weg. En die gaat ook door de diepte, dat heb je verteld. De dorsvloer noem je het ook wel. He, waar je overheen gaat. Zou jij willen bidden voor de mensen die dat ook zo ervaren, dat ze misschien wel diep zitten na anderhalf jaar corona of alles wat ze meemaken. En dat ze toch uitkomen bij het hart van de Vader. En in die put waar je het over had, waar uiteindelijk olie uitkomt. Ja, prachtig. Wil jij dat doen? Is een eer, ja. Dankjewel. Ja, ik wil heel specifiek me ook tot jullie richten. Want ik weet dat hier mensen zitten te kijken die misschien gevangen zitten in een depressie. Of gevangen zitten in een ziekte. Of misschien met verbroken verbindingen te maken hebben gekregen. Waarin je je familieleden niet meer ziet. Of je kinderen, of noem maar op. Of misschien in een verbroken verbinding terecht bent gekomen met Vader God. Omdat je hem niet meer ten diepste vertrouwt. Nou weet dit, hij gaat je opzoeken op de plek waar je bent. En ik wil heel graag voor je bidden. En ik wil aan je vragen of je gewoon even simpelweg je ogen wil dicht doen en je hart wil openen. Zodat hij iets nieuws kan doen in jouw leven. Ja, lieve Vader, dank u wel. Dat u een God bent van niet van een afstand, maar van heel dichtbij. En dat u precies weet waar we doorheen gaan. Dat u ons opzoekt op de plek waar we zijn. Heer, dank u wel dat u een bewogen God bent. En dat u verdriet hebt om het gebrokene in ons leven. Heer, dat u zegt in uw woord dat u het gebrokene juist opzoekt. Dat u nabij bent bij de gebrokene van hart en bij de verslagene van ziel. Dank u wel, Vader, dat u ons uit deze diepte omhoog wil halen. Dat u ons optrekt uit die put van verderven, van ellende. Dat u ons optrekt uit die put van kwelling en van foltering. Heer, dat u ons uit elke vorm van gevangenschap wil halen. Dat u ons denken en ons hart weer in de ruimte wil brengen. In de vrijheid wil zetten, want dat is wat u wil. U wil dat we weer gaan leven en dat elke overleving zal stoppen. U hebt ons gemaakt om te leven en daarom spreek ik ook leven over je uit. Op de plek waar je nu bent. Dat zijn goddelijke leven jouw leven zal doorstromen. Ik bid op dit moment ook uit dat je olie ververst zal worden. En dat waar je een tekort hebt aan olie, dat hij zijn olie in je gaat uitgieten. Want je zult het nodig hebben. De Heilige Geest meer dan ooit. De geest van waarheid. De geest van raad, van sterkte, van wijsheid, van openbaring, van kennis. Maar ook de trooster. De troost van de Heilige Geest. En dank u wel, Vader, dat u ons opzoekt op de plek waar we zijn.
Dat u ons troost waar we troost nodig hebben. Dat u ons aanmoedigt om op te staan waar we dat nodig hebben. En dat u net als tegen Elia zegt, kom tevoorschijn uit je grot en ga op de rots staan. Ga op Jezus staan. En ik wil je ook uitdagen vandaag. Misschien is het voor de eerste keer, maar misschien is het voor de zoveelste keer. Maak opnieuw het in orde met Jezus en met God. En nodig hem opnieuw uit in jouw situatie. En zeg, Heer, hier ben ik. Met mijn hart, met mijn ziel. Hoe gebroken ik me ook voel. En kom binnen, Heer. En maak alles nieuw in mijn leven. En dat wil hij doen. Hij wil elke verbinding vernieuwen. Hij wil je opzoeken. Hij wil je herstellen. Je geest, je ziel en je lichaam, want daarvoor is hij gekomen. En hij wil je reinigen en heiligen voor een tijd als deze. En dank u wel, Vader, voor uw goddelijke bescherming over een ieder heen. Dank u wel voor uw tegenwoordigheid in ieders leven. En dat u komt als een warme deken over ons heen. Daar waar we ons eenzaam voelen en uit verbinding voelen. Dat we uw tegenwoordigheid, die geneest en herstelt, dat we die mogen voelen. En dat elke wond van binnen zich spoedig zal sluiten in Jezus' naam. En dat het heil van de Heer voor je zal uitgaan en tegelijkertijd je rugdekking, je achterhoede zal zijn. Hij is met jou. Hij gaat voor je uit om je de weg te wijzen. Hij is onder je als fundament. Hij is achter je om je te beschermen in gevaar. Hij is boven je. Hij is onder je en hij is in je. In Jezus' naam. Amen. Dank je wel voor jouw openhartigheid en God zegene je ook in jouw bediening. Dank je wel. Dank je wel, Hans.